Hallo, mijn naam is Hanne. Ik kom uit Westwezel en ik ben een trotse varkensboerin. De boerengenen heb ik gekregen van mijn grootouders. We hebben 100 hectare met de familie samen, waaronder 60 hectare gras en 40 hectare snijmaïs. Het boerenleven, dat is eigenlijk geen job, maar dat is echt een levenswijze. Wij hebben een akkerbouwbedrijf. Hoofdzakelijk telen wij aardappelen, ajuin, soms eens wortelen voor de industrie. Herfst hebben wij dit jaar ook staan en mais. Ik ben nog maar 25 jaar, maar toch heb ik al wel een ganse evolutie meegemaakt met het boeren. Er is ook steeds een striktere wetgeving waar we aan moeten voldoen. Europese normen die ons op worden gelegd, waardoor we steeds uitdagingen meer en meer krijgen. De nonchalante landbouw is ook veranderd in echt precisielandbouw. Bemesten is niet meer zomaar de klep open en bemesten, maar is echt wel per hectare zoveel kuub. Aan die normen moeten we voldoen. Dat is zeker veranderd. Een belangrijke uitdaging is om met het milieu, die steeds de richtlijn dat alles een beetje strenger wordt, dat we moeten kunnen voldoen aan bijvoorbeeld de mestbank, dat we niet te veel eenheden nitraten zo in de grond achterlaten. Ik zal u een stom voorbeeld geven. De maïs, dat die niet meer, die mesrol, dat dat niet meer mag, maar dat dat in de toekomst zonder mesrol moet eigenlijk. Dat is een hele uitdaging om die vogels van het veld te krijgen, dat ze niet de zaadjes gaan oppikken. Wij weten ook wat de maximum zijn wat er mag bemest worden en we moeten ons daar ook aan houden. We maken vaak een combinatie van de dierlijke mest en dan minerale meststoffen. We proberen eerst zoveel mogelijk aan te vullen met dierlijke mest en wat er dan tekort is, vullen we aan met minerale meststoffen, waaronder vooral op ons bedrijf de NPK. Met de hoeveelheden of met wat geproduceerd wordt, zal het zeer moeilijk zijn, denk ik, om je hoofd boven water te kunnen blijven houden. Ook naar milieumaatregelen toe bijvoorbeeld, moeten wij een meter bufferzone hebben aan de zijkant. Er zijn ook heel wat landbouwers die steeds nieuwere technieken toepassen, bijvoorbeeld GPS-systemen op tractors, waar ze heel concreet weten wat de oppervlakte is, dat ze de percelen beter kunnen verdelen, dat er minder plaats verloren gaat op het land. Nu concreet, oudere landbouwers die gaan nog een beetje verder doen zoals ze bezig zijn, maar als je echt mee wil en nog iets over hebben aan de landbouw, is het wel belangrijk van toch wel min of meer de techniek niet tegenhouden kan niet. Vroeger werd er altijd gedacht, zal mijn tijd wel duren? Het blijft niet zo. We zullen echt wel moeten gebruik maken van nieuwe technieken om te kunnen blijven investeren om de landbouw rendabel eigenlijk te houden. Dat is zeker wel nodig. De toekomst, dat kan niemand voorspellen, maar ik denk dat het vooral een heel grote uitdaging wordt. We moeten niet meer goed boeren, we moeten bijna perfect gaan boeren om een inkomen te hebben. Maar met heel mijn hart werk ik ervoor. En ik ben ook altijd super blij dat alle mensen gezond voedsel kunnen hebben. En gezonde melk of gezonde boter of weet ik veel, wat allemaal, vers van een boer. Daar heb ik echt voldoening van en ik hoop dat de mensen dat ook echt beseffen.